Ah, let's go, TJ! Kom dan! Go! Hier! Blablab! TJ, je filmt alleen maar. Hou je niet van heet eten of zo? TJ, misschien bij jouw reactie nooit. Bij deze. Leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Dennis. Achter de camera staat TJ en wij zijn dus co-villains. Echt gemeen is, ben ik. Leuk. Goed. Leuk dat jullie weer kijken. Ik weet niet hoeveel filmpjes jullie hiervoor al gezien hebben. Maar mocht je het leuk vinden, zeker even op ons kanaal abonneren. En een like geven. Deel op Facebook, Instagram, TikTok, die vlog, flikplok, flikplok. En ik kan het niet normaal zeggen. Ik kan er niks aan doen. Superleuk. Zoals elke keer krijg ik van TJ, en ik ga niet weer uitzending zeggen, want dat mag niet. Het is aflevering, elke aflevering of editie. Heel goed. Krijg ik een cadeautje van TJ, die ga ik uitpakken. En vervolgens ga ik datgene wat erin zit eten. Dus ik ben benieuwd wat we deze keer krijgen, of wat ik deze keer krijg. En datgene gaan wij beoordelen op hoe pittig het is, wat de smaak is en hoeveel ik ervan ga zweten. TJ. Dennis, wat heb jij vandaag voor mij in petto? Ben jij er klaar voor? Het is... Ik denk niet dat je raadt wat het is. Haha! Het is Daanrol! Mag ik het uitpakken? Dat moet. Want ja, door het papier heen eten, dat wordt niet zo lekker mee. Oh, ik zie het. Oh, ondersteboven. Wat is het? Zo, ik ben een vallen. Sambal superheet, sambal triple hot en oriental speciaal. Sambal? Goed. Ja, sambal inderdaad. Nou, sambal is van origine een Indonesisch of Maleis product. Gemaakt met als hoofdingrediënt pepers, Spaanse pepers, oftewel cabe, zoals ze dat in Indonesië noemen. Soms ook met toevoegingen van bijvoorbeeld trassi, dat is gefermenteerde garnaal, knoflook, ui, tomaat, allerlei dingen om het minder pittig te maken. Deze drie sambals komen vandaan bij Toko Welcome in Roosendaal. Mocht je geïnteresseerd zijn, de link staat onderin de beschrijvingen, of net waarschijnlijk hier, wees veel te hoog. Ik ga ze nu testen met de welbekende kibbeling. Ik begin met die Oriental Speciaal. Veel olie wel, zeg. Even kijken. Peper, suiker, gedroogde garnalen. Ik heb net gefermenteerde garnalen gezegd. Ik weet niet of dat hetzelfde is, ik denk het wel. Knoflook, uien, trassie. Nee, dus er zit ook nog trassie in. Waar gaat hij dan? Oké. Okay. Deze lijkt... Zeg maar op de sambal die je bij de Chinees krijgt. Geen idee hoe pittig dit is. Lekker veel. Ja, duidelijk wel trassie aanwezig. Die gefermenteerde garnaal. En gedroogde garnaal. Hij is net iets pittiger dan oelek. Sambal oelek. Lekker veel, maar niet weinig. Grappig. Garnalen op een kibbeling. Wel echt een authentieke smaak. Authentieke Indonesische smaak. En dat komt door die trassie. Hele smaakvolle sambal. Door de toevoeging van dus de garnalen, de uien en de tomaat. Vrij pittig. Dat komt niet door de toevoeging van de ingrediënten die ik net genoemd heb, maar juist door de pepers. Sambal oelek zit rond de 2000 Scoville punten. Dit is sambal oelek, hè? Dus hier. Dat is ongeveer net zo pittig als slagroom. En deze Oriental Speciaal zit denk ik rond de 10.000. Dat is niet veel hoger, dat zit hier denk ik. Wel echt pittig, maar ja, zeker goed te doen als je het gewoon met mate gebruikt. Voor de smaak. Geef ik de Oriental Speciaal Sambal. ...7,5. Echt heel lekker. Pittigheid, ja. Valt heel erg mee. Ik zweet me wel een ongeluk, maar ik heb een trui aan en ik heb net
zonder reden echt een barbel gepakt en ik heb, het sloeg helemaal nergens op. Ik weet niet of de zweetrating heel erg accuraat is nu, of hoe noem je dat? Ik vind het een mooi woord. Geef even synoniem. Precies. Oh nee, dat is niet wat ik zocht. Maakt niet uit. Maar qua pittigheid dus een, nou, toch wel een 4,5. En qua zweetrating, ja, ik moet toch zeggen een 4, want ik zweet me echt ongeluk. Ik weet niet hoe het komt. Je staat wel even 2 minuten. Ik wil de airco, is er geen airco, maakt niet uit. Sambal nummer 2. De sambal superheet. Ingrediënten: pepersuiker, knoflook, uiensout, granaanpasta, sojaolie. Ik ga hem in ieder geval proeven. De superheet. Ook weer vrij olieachtig, ja. Ik heb net gelezen dat er sojaolie in zit, dus dat zou zomaar kunnen kloppen. Huh. Nee, deze ruikt naar sambal die je bij de Chinees krijgt. Geen slokje nemen. Waarom niet? Echt veel zweet. Ik ben tenslotte een schoolvillain, hè? Dat moeten we niet aanstellen, we moeten gewoon normaal opnemen. Lekker. Kibbeling met superhete sambal. Yo. Dames en heren, zo hoor je normaal geen sambal te eten. Laat ik dat even vooropstellen. Of kibbeling. Ofwel. Ik weet niet wat ik met dat eet. Volgens mij eet ik nu sambal met kibbeling. Ja, pas hier ook goed bij. Kom door die garnalen. Dan is je mag niet met je volgende praten. Later, Bora. Hij is inderdaad heter dan die andere. Super heet, staat er ook op. Deze zit rond de 25.000 Scoville-punten, denk ik. Qua smaak, het is een hete sambal oelek. Hete sambal oelek. Het is, die nasmaak is precies dat ziltige wat je hebt bij sambal oelek. Qua smaak geef ik hem daarom minder dan net, want net gaf ik een 7,5. Ik vind deze, ik vind hem wel lekker, maar een 5,5. Zweet, zeker aanwezig, maar dat was het net ook al. Moet me niet van die domme dingen doen van tevoren. Zweet dus een, nou, ik moet zeggen een 4, want het blijft een beetje lopen. En qua pittigheid, ja, is hij iets pittiger dan net. Ja, pittigheid een 5. Druppels lopen langs mijn nek. Oké, en dan de laatste van de 3 is de Triple Hot. Nou, dat belooft veel goeds. Veel minder olieachtig, zie je al. Ingrediënten: peperzout, knoflook, uien, zetmeel, plantaardige olie, conserveermiddel. Nou, hier hebben ze dus de granade helemaal weggelaten. Oh ja. Dus als dat geen buikpijn wordt, weet ik het ook niet meer. Ja, duidelijk meer pittigheid. Het is nu ook een beetje aan het indalen. En deze zit denk ik rond de 30.000 Scoville units. Dat is ook niet hoog, maar hier. Precies goed. En TJ, ik denk dat ik straks voor de volgende keer jou een sambaltje wil zien proeven. Kijk hoe mooi dat glinstert in de zon. Lekker of ik in de regen sta. Niet zo smaakvol als de andere, maar zeker, zeker wel zo pittig. Dan, ja, sowieso pittiger dan die andere twee. Qua pittigheid geef ik deze daarom een 6. Zeker pittig, maar niet, nou, niet heel erg. Qua smaak is hij gewoon meer gefocust op de pittigheid en dus, ja, een 4. Het is gewoon echt vol on peper en minder andere smaken. Zweetrating blijft een 4. Ik sta hier al de hele tijd gewoon in een waterval te zijn. Ik ga TJ deze denk ik laten proeven. Die andere twee mag je laten staan. Ja. TJ, fijn. Ik jij bent een vriend. Ik, ja. Heb je dat wel verteld? Echt een vriend. Je bent echt een vriend. Ja. 1, 2. Oh, wow. Jij bent groter dan ik, TJ. Ik zet de camera een beetje op. Een gedaantetruc van de Scoville-villains. Hallo, TJ! Hallo, mensen! Wat leuk dat jij ook een keer met je backup televisie bent. Ik vind het echt leuk. Televisie. TJ, yes. Nou, leuk dat je van gedaante bent verwisseld. Ja. Fijn dat je weer andere kleren aan hebt. Ja. Ja, want jouw kleren passen mij niet. Nee. Dus ik moest mijn eigen kleren meenemen deze keer. TJ gaat nu lekker een sambal proeven, want we hebben meerdere verzoekjes gehad. TJ
TJ, je filmt alleen maar. Hou je niet van heet eten of zo? TJ, misschien heb je jouw reactie nooit. Bij deze. Sambal trippelt. Kan ik niet eerst die van de... Nee. Oh. Even voor de kijkers. TJ is iets minder... hoe noem je dat? Bekwaam. Hij is iets minder gewend. Is dit genoeg? Chef? Ja, dus. Ja? Bang eens op. Lekker. Ja. Hij is lekker. Ja? Ja. Lekker saus. Je hebt ook kibbeling, hè? Ik mag ook met kibbeling. Mag ik eindelijk ook eens met kibbeling? Ja. Jezus, wat ga je doen, man? Wat ga je doen, man? Aha! Oh, sorry. Goed, ik vind hem lekker. Ik moet wel douchen, denk ik zo, hierna, want ik begin nu al te zweten. Druppelt echt aan de achterkant af. Sorry, het druppelt zo van de achterkant af. Wees niet oud verder. Kibbeling is wel echt goed om sambal mee te proeven. Ja. Ik vind dit mooi, ja. Nou wordt hij wel een beetje heet. Ja. Even voor het verschil, wel even proberen. Dus dit is de Oriental Speciaal. Beetje pijn op mijn lippen. Is deze die van de, die je bij de Chinees meekrijgt? Ja. Nog een keer. Dit zou je eerder als een smaakversterkende sambal bij iets moeten eten. En dit als je gewoon zin hebt gewoon om de rest van de dag in de fik te staan. Ja. Zo, dit is echt niet leuk. Maar wel lekker. Ik vond wel echt lekker. Ik heb ook traanogen. Ja, kunnen we weer terug wisselen? Dat denk ik wel. Misschien moet je de lift nemen of zo. Oh, dat vind ik wel goed. Doei! Doei! Zo. Nou, dat was een keer leuk, eindelijk. TJ in beeld. De conclusie van dit hele verhaal. De Oriental Speciaal, hele smaakvolle sambal. Niet heel pittig. De sambal superheet, het woord zegt het al, valt wel mee qua heetheid. Iets minder smaak, iets pittiger. En de laatste, de triple hot, zou drie keer zo heet moeten zijn. Is echt gericht op de pittigheid van de pepers en minder van de andere ingrediënten. Dus iets minder smaak, maar wel heel pittig. Willen jullie de volgende keer TJ nog meer pittige dingen zien eten? Ik vond het heel grappig namelijk, mochten jullie dat ook vinden, laat het zeker even achter in de comments. Abonneer je op ons YouTube kanaal. Geef ons een like op Facebook. Volg ons op Instagram en op TikTok, die flikvlakvlok. Tot de volgende keer. En stay spicy! Later! Doei!